Dit is Kimberly. Normaal werkt ze in een computerwinkel, maar... Net na het eten kreeg ik ineens een mailtje binnen en ik dacht, nee, dat kan niet. Dat is echt geweldig. Want ze won een wedstrijd van Microsoft en mocht met 9 anderen uit de hele wereld langskomen op het hoofdkantoor in de VS. Ik heb binnen in Microsoft gezien hoe Windows gemaakt wordt. Ik heb hardware labs gezien. Ik heb echt ontzettend veel gezien. En ineens zat ze aan tafel bij de grote bazen te praten over hun nieuwe besturingssysteem, Windows 10. Ik heb Gabriel Hu ontmoet, ik heb Terry Myerson ontmoet, ik heb Joe Belfiore ontmoet. Je kunt gewoon één op één met die personen bespreken wat je van Windows 10 vindt. Ben je een beetje kritisch geweest? Ik heb inderdaad wel mijn kritiek gegeven op Windows. Er zijn gewoon kleine dingetjes nog die nog niet handig zijn of nog niet af zijn. Pinlogin werkt niet helemaal of brightness instellen. Dat gaat nu in 4 stappen als je het via het notificatiemenu doet. En ik zou daar toch weer graag een slider terug willen zien. Maar het totaalplaatje van Windows vind ik er nu wel heel mooi uitzien. Met een paar grote verschillen ten opzichte van de vorige versie. Nou, Windows 8 had het startmenu met de tegels en dat werd dat was voor desktopgebruikers niet heel praktisch. En daardoor hebben ze in Windows 10 toch weer een startmenu gemaakt met een lijstje met alle programma's. Met daarnaast toch de tegels van Windows 8. Ook nieuw is dat je één besturingssysteem hebt dat draait op al je apparaten. Experts vinden dat Microsoft daar wel een beetje laat mee is, maar daar is deze Windows-fan het niet mee eens. Windows 10 komt namelijk beschikbaar op praktisch alle devices. Desktops, laptops, tablets, telefoons, maar ook Xbox en straks ook HoloLens. En al die apparaten die kunnen straks met elkaar samenwerken. En zo uitgebreid is OS X niet en zo uitgebreid is Linux niet. Yeah.